Meneer de burgemeester, afgelopen jaar hadden twee lintjes, dit jaar 10. Opvallend veel. Wat wil dat zeggen over onze gemeente? Dat wil zeggen dat we een hele actieve gemeente en een gemeenschap hebben, waarbij vooral heel veel burgers heel actief zijn en bereid zijn om echt wat voor andere mensen te doen. En ja, dat wordt gewaardeerd. We hadden vorig jaar slechts 2 lintjes, noem ik dat. Dit jaar is de oogst aanzienlijk groter. En dat komt vooral omdat ik richting de dorpsraden ook aangegeven heb van goh, ik zou heel graag door jullie getipt willen worden als er mensen zijn die in aanmerking zouden kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding. En daar hebben ze ook ruimschoots gehoor aan gegeven om dat te doen. En dat vinden wij natuurlijk heel erg fijn. Kijk, in sommige gevallen zoeken wij zelf iemand uit. En dan is het bijvoorbeeld iemand die, ik noem maar iets, vrijwilliger is geweest bij de brandweer en na een hele staat van dienst afscheid neemt. Maar het liefste zien wij als gemeentebestuur dat er burgers zijn die spontaan een medeburger aan ons voorstellen om te zeggen van daar zouden wij graag een koninklijke onderscheiding voor willen aanvragen. Nou, omdat de oogst vorig jaar wat minder was, heb ik dat extra benadrukt in het overleg met diverse dorpsraden. En nou ja, zie hier de oogst met gemak 10 mensen die echt verdiend voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. En is er dan, doordat dat verzoek ook door u is aangemeld, is er dan ook een grotere variatie wat betreft betrokkenheid binnen de gemeente en leeftijd? Is daar gevarieerder als gebruikelijk? Nou, wat het is, eigenlijk attendeer je mensen van, goh, kijk eens met mij mee. Wie zou in aanmerking kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding? En als je dan even nadenkt en denkt van, hey, die of die is heel actief bij een bepaalde vereniging of die doet heel veel vrijwilligerswerk. En ja, dat blijkt dan dat er toch heel veel mensen zijn die daaraan voldoen. En het blijft natuurlijk een bijzondere eer. Het is al een hele oude traditie. Heeft u enig idee hoe dat ontstaan is ooit? Ja, oorspronkelijk heeft zeg maar, het Huis van Oranje bedacht van zo'n 200 jaar geleden, toen ons koninkrijk ontstond, van wij moeten ook mensen onderscheiden die zich erg dienstbaar maken, in eerste instantie voor de koning. Maar dat werd al heel snel uitgebreid, ook dienstbaar gaan maken voor de samenleving. Hè. Het begon met de Willemsorde, die wel heel erg bekend is, maar dat is met name mensen die een militaire prestatie hadden geleverd. En al heel snel werd dat uitgebreid naar van, maar er zijn heel veel mensen die heel veel goed doen in de samenleving, wat ook gewaardeerd zou mogen worden. En dat is eigenlijk het mooie, dat de koning ons de opdracht heeft gegeven van, kom met voorstellen om die mensen in het zonnetje te zetten. Dus eigenlijk zijn de pijlers samenleving, maatschappelijk belang, die inzet die daarbij hoort, die wordt gewaardeerd middels een lintje. Ja, ik zeg altijd, wij leven in een mooi land, in een vrij land. En we hebben regels hoe we met elkaar omgaan. Maar wat maakt zo'n land nou zo aangenaam, dat is juist dat mensen ook bereid zijn om wat voor een ander te doen, zonder daar meteen eigen belang bij te hebben of zonder dat ze daar meteen iets aan verdienen of zo. Maar gewoon omdat ze doen voor een ander. En dat maakt het wonen in zo'n gemeenschap als de onze eigenlijk best wel aangenaam. Ik zie hier meerdere uitvoeringen van de onderscheiding. Wat houdt het in? Nou, er zijn verschillende onderscheidingen. Dus op de eerste plaats heb je een koninklijke onderscheiding voor dames. En die kenmerken zich door het feit dat het lintje, zoals het dan heet, overdwars zit. En dit is een uitvoering voor heren. En die wordt op een revers gespeld en vandaar dat die ook zeg maar het lintje langwerpig is. En daarnaast hebben beide een draaginsigne. Een koninklijke onderscheiding die draag je op het moment dat dat er een officiële gelegenheid is, bijvoorbeeld Koningsdag. Maar kan ook gedragen worden bij een hele bijzondere gilde aangelegenheid, waarbij men ook strijdt voor een bepaalde titel namens het wereldgezag. En dan kan dus ook de volledige onderscheiding gedragen worden. Maar normaal gesproken hebben mensen het draaginsigne op hun revers zitten. Nou, daarnaast krijgen ze ook nog een oorkonde. En in die oorkonde staat vermeld, wat ik vaak verwoord tijdens het uitreiken, welke verdiensten ze gehad hebben voor de samenleving en waarom ze die koninklijke onderscheiding krijgen. En die oorkonde, sommigen jullie lijsten hem ook in, die is ook ondertekend door Zijne Majesteit om te bekrachtigen van nou, het is een
letterlijk koninklijke onderscheiding die door hem is uitgereikt.